recht. Je hebt donkere periodes gehad in je lijf, man, Joost. Je hebt veel donkere periodes. Ik wil ze niet allemaal opnoemen nu. Ja, man. Maar... Ik kan ze noemen, bro. Dingen die je weet of iets. Wat Curaçao? Bijvoorbeeld? Was fire, was gewoon... Ik zou, dat zou ik niet eens per se zeg maar een donkere periode noemen. Nee, maar wat het donker maakt, die Curaçao-periode, zeg maar... Kijk, voor mij was het, broer, ik word nu aangehouden. Helemaal onterecht. Je kent die Tory, je weet toch, zeg maar. Ik word nu gesmekt door Skoto. Je weet toch? Broer, waar ik vandaan kom, we gaan allemaal op die Skoto. Ja. Maar nu heb ik geleerd van die internet ook van... Ai, ze wouden echt graag dat ik een keertje ging vallen, man. Ik ben nooit gevallen, nergens, nooit in mijn carrière, niks. Je weet toch wat ik bedoel? En dat vond ik wel fire, man. Ja. Dat een aantal mensen zo lekker daarop gingen. Ja. Dacht gewoon van, fuck met deze mensen, man, broer. Ja. Dus nu, broer, ik ben niet of zo geklapt buiten of zo. Skoto is op me gegaan, broer. Ja. Fuck, als je van buiten bent, dan weet je wat daar is, broer. Wat de fuck zou jij doen? Ja, broer, sterker nog, ik ben erin gegaan. Zeg nee, maar. Niet jij, maar zeg maar in de zin van... Broer, niemand zou van die mensen die lachen, zeg maar. Snap je? Ja. Broer, de hele grap is, de realste van de realste mensen hebben me allemaal gecheckt. Van, hé, hey, dit, dat, je weet toch? En die mensen allemaal hebben die mening. Maar mensen die niet eens van daar zijn, broer, je weet toch, die hebben een andere mening. En dat is zeg maar omdat... Hun zijn niet van buiten, broer. Ja. Hun zeiden, sorry... Je weet toch, broer? Ik werd onterecht werd ik terug naar vliegtuig gebracht, broer. Nadat ik 2,5 uur in cel heb gezeten, broer. Ik heb Marche van Nederland aan de telefoon hoe ik die klap krijg, broer. Ja, precies. Hij zegt tegen mij, broer, je mag dat zijn, broer. Geef die man aan de telefoon. Geef die mensen van daar aan de telefoon. Ze kunnen je niet terugsturen. Ja, nee, dus... Dat zegt de Nederlandse Marche tegen jou? Ja, broer. Ik ben sowieso in Nederland. Eerst aan de kant. Kijk, zo begint het. We gaan op schrijverskamp. Jij bent met mij, Spanks met mij... Ik ben met tante mensen, ik ben ready. Jij rent naar de gate. Dus nu wat gebeurt, ik ben bij die douane. We zitten nog business en groot. En ik moet mee met de douane in Nederland. Ik en jij en Spanker volgens mij. En Spanker, ja, maar wij drie, man. De rest was gewoon in die douane ding gegaan, man. Dus ik kom bij die douane van Nederland, Marchuché. Hij was gewoon Charla, hij zegt van mij, bro, kan je niet laten reizen, man? Ik zeg, wat dan? Hij zegt, maar je paspoort staat zeg maar, aangegeven. Je weet toch dat die vermist is of verstoord. Broer, die paspoort was 5 dagen oud. Hij was nieuw. Ja. En ik heb een contactpersoon bij de gemeente. Hoe hij zeg maar, wegloopt met mijn paspoort, ik bel die man gelijk. Ik zeg, bro, what the fuck? Hij zegt, wat? Ik ga nu kijken. Papa, hij kijkt voor me. Hij zegt, ik hoor hij schrikt. Hij ziet ook die melding zeg maar, toch bij mijn paspoort. Ja. Hij zegt, bro, geef me nu die marchuché aan de lijn. Je weet toch? Hij heeft al een oplossing dus, zeg maar. Dus ze hebben een document voor mij aangemaakt, erbij, dat ik wel mag reizen met dit document. Je weet toch? Dat is zeg maar eigenlijk die tory erachter. En die document is verzonden naar Curaçao. Ja. Bij de marchuché en de douane van Curaçao, zodat ik in Curaçao, als je daar binnenkomt, dan weten ze van... Ja, toch? Hij mag wel met dit paspoort reizen, snap je? Nou, ik ren naar die gate, ik kan nog door. Je weet toch, ik hoef geen nieuw paspoort te halen deze dagen. Want broer, anders kon ik gewoon een noodpaspoort aanvragen. Ja, als ik echt niet, snap je, je hebt genoeg opties daarvoor. Je gaat naar Curaçao, broer, ze spreken Nederlands, broer. Dus is niet dat je naar Dubai gaat, dat je niet met noodpaspoort mag of zo, snap je? Ik weet al die tories, hè, inmiddels waar je mag gaan, waar je niet mag gaan. alle regels. Dus nu, ik zit in die business, tjala. Ik zit nog met zo'n wit man naast me de hele dag te praten. Ik weet nog dat je naar me zat te kijken, broer. Je lult met iedereen. Ja, als jij praat, ik broer, met deze man van, ik zit gewoon lang te takken met die man naast me, gezellig. Shut the fuck. Tante champagne hebben we gedronken. Ja. Dus broer, ik kom daar en we zijn als allereerste met z'n tweeën, toch? Zijn we nu bij die douanekantoor waar je paspoort moet laten zien. Ik heb mij, mag ik even inhaken? Ja, toch? Ik heb mij zeg maar zo lang gehaat. Mezelf zo lang gehaat, Joost, omdat... Dat je niet meeging even toen. Dat ik niet zeg maar... Bro, wij staan als wat jij zegt, wij staan als eerste bij die... Wij staan samen naast elkaar bij de fucking... Van die hele plane ook. Van die hele plane als eerste. Ik zeg tegen jou, bang. Dit is zeg maar... Ik zeg nog van, dit is die, wat business is. Als je nu wakker, is geen rij, niks, pap. We lopen, we komen daar aan, we staan bij die tory. Bro, ik wil roken. Ja, toch normaal, hè? Ik wil smoken. Maar broer, dus je vroeg nog. Normaal moet ik hem laten van, ga jij eerst, dan is hij safe. Ik zei, waar was jij? Ja. Bro, ik moet hem laten gaan, zodat hij, zeg maar, zodat ik hem zie, safe, en dat hij gaat, dan kan ik gaan. Bro, ik ga.
En je weet, bij douane dingen, je kan niet terugkomen. Je kan niet terugkomen. Mm. Nu sta ik gewoon te wachten op mijn koffer gewoon, zeg maar. Ja, toch. En broer... Bro, ik heb mezelf zo lang gehaat voor dat, joh. Ik weet nog dat je tegen me zei, en Spenker stond ook achter ons, van... moet ik even mee? Ik zei, no, is die Tory van Nederland. Ik super noncha ook. Ik zeg, no. Ik ga even snel. Je weet toch, ze gaan nu die document opvragen. Zo ben ik daar in mijn hoofd, je weet toch. Van, ik wist al eigenlijk dat ze me even zouden checken, toch. En die vrouw begon eigenlijk gelijk op me te flashen, man. Het was echt zo'n big mama, je weet toch. Zo'n strenge vrouw, je weet toch. En broer, ik weet al, gewoon, ik ben veel naar Su, veel naar Cura gegaan, veel naar Amerika gegaan. Die mensen van douane laten je zien, we hebben tijd. Ja. Dus broer, zit rustig, spreek met u. Spreek netjes, je weet toch? Wees kalm, wees relaxed, je weet toch? Doe niet gek gewoon, snap je? En ik ben de hele tijd in die mood, man, broer. Ik ben de hele tijd tjanda. Broer, ik heb net 30 doezel gespecialiseerd op die kamp daar, broer. Ja. Gekste osso van Cura, hoogste. Lift in die osso, waggies, je weet toch? Jaiba, alles is ready. Tickets voor iedereen, broer. Je weet toch? Ik ben... Laat maar kalm blijven, broer. Je weet toch? Ik ga niet terug naar Nederland, je weet toch? En ze de hele dag met die vinger op me en je liegt en je jokt en... En ik heb zeker 5-6 keer mijn verhaal proberen te doen. En ze heeft me 5-6 keer onderbroken in die verhaal. Je weet toch? Gewoon naar. Mm-hmm. Dus ik was oké, weet je wat, laat het. Zij gaat sowieso nu checken wat daar is. En dan ziet ze die document en dan klaar. Je weet toch, gaat ze me laten gaan. Ja, je was steeds goed hoor. Ja toch? Nu die marché komt. Nu, ik moet die verhaal aan hem vertellen. Nnu ik leg die verhaal uit, die vrouw onderbreekt me 3 keer in die verhaal weer, broer. Nu zitten we op 9 of 10 keer dat ze me heeft onderbroken, man, broer. Je weet toch? Dat die marechaussee op een gegeven moment gewoon zegt, maar mevrouw, laat hem even zijn verhaal vertellen tegen mij. Ja. Je weet toch, deze man heeft ook in Nederland gewerkt. Was volgens mij gewoon een Antilliaanse man ook, je weet toch? Was in ieder geval light skin. En ik vertel hem die verhaal. Hij zegt, oké, is goed, ik ga even checken. Je weet toch? En ik zit in die, het is een soort van cel, maar die deur is gewoon open. Dus ik kan gewoon naar die vrouw lopen, maar ik heb geen reden om naar haar te lopen. Want ze doet alleen maar naar tegen me de hele tijd. En ze heeft ook nu een paar keer gewoon rare opmerkingen tegen me gemaakt. Je weet toch, over... Gewoon richting mokro-opmerkingen, zeg maar. Ze denkt, ik ben mokro in de tijd, je weet toch? Hmm. En je weet toch, veel mensen van die banen en zo, bro. Ze zijn gewoon faya met ons. Ja, het is gewoon wat het is, man, bro. Je weet toch? En die vibe voelde ik de hele tijd bij haar. Dus ik ging niet te diep met haar, snap je meer? En die man van Marché komt terug. En ik denk, ai. Zie, je weet toch, ik ben nu al een half uur of zo, 3 kwartier verder. Dus ja. jullie hebben mijn koffer blijkbaar al op dit moment, snap je? En ik zit te chillen, je weet toch? Ik zit te wachten. En ik zie die man, hij wordt weggestuurd. Ik zie gewoon, ze wimpelt hem. Zij is ook die leidinggevende. Niemand durft tegen haar te praten daar, zeg maar. Van al die mensen die daar junta, zij is echt die opperhoofd van hun, toch? En ik zit zo, ik denk, oké. Nu, ik ben een uur verder nadat die man is geweest. Dus ik denk, oké, what the fuck, bro. Gaat er nog wat gebeuren? Ja. Dus nu, ik loop naar buiten. Ik zeg, ga... Mevrouw, heeft u de documenten al ontvangen van Nederland of heeft u ze al kunnen openen, dit, dat? Zegt, oh, daar ben je weer jokkenbrok. Zo, ze noemen de hele tijd jok, dat ik jok, zeg maar. Die woord jokken gebruikt ze de hele tijd op me, je weet toch? Nee hoor, jongen, je gaat gewoon naar terug met je gestolen paspoort. Ik zeg, hè? Nu, ik ga naar daar, ik zit weer een kwartier, ik bel Brian. Hij zegt, broer, bel Marchuché, je weet toch? Ik bel Marchuché van Nederland, je weet toch? Douane van Nederland. En die vrouw weet gewoon precies waar ik het over heb. Zegt, die document staat hier ready om geopend te worden, maar hij wordt niet geopend in Curaçao. We vonden het al raar. Dus besef, hun zitten achter die computer te wachten tot die document geopend wordt, broer. Zij weet gewoon dat ze niet hebben geopend. Dus nu word ik wel een beetje van, hey, what the fuck, broer? Jullie willen gewoon die toren niet openen. Jullie willen gewoon die document niet checken. Je hebt je conclusie al getrokken over wat ik kom doen of hoe ik in elkaar zit of iets. Of what the fuck, je weet toch? Ja. Dus ik wakka naar die vrouw. Ik zeg, mevrouw, kunt u alsjeblieft de marechaussee aannemen aan de telefoon? Want ze hebben de documenten klaarstaan, dan kunnen ze u erbij helpen. Want dit is gewoon één grote misverstand wat er nu gebeurt. Ja. Ze zeggen, je gaat nu naar die vliegtuig. Ik wil helemaal niks horen van niemand. Zet die telefoon in je zak en ga... Broer, ik sta daar, broer. En nu, die mensen die allemaal om me heen staan op die filmpje... Zij moeten me nu brengen naar die vliegveld. Broer, ik ga door één deur met hun. Hoe ik met die marechaussee nog... Want ik blijf aan de lijn met hun, want ik probeer nog steeds iets... te regelen. Fixen, ik kan niet geloven dat ze me nu naar het vliegtuig gaan brengen. Ja. Je weet toch? Alles is onterecht, broer. Ik weet, ik mag daar zijn. Die marechaussee bevestigt mij gewoon op dit moment nog dat ik daar mag zijn. Plus, broer, welke marechaussee van Schiphol gaat jou ergens naartoe laten vliegen met alleen al een % risico dat jij teruggestuurd gaat worden, broer? Los van Amerika met die ESTA.
Ja, precies. Begrijp je, dat is de enige plek waar hun niks over kunnen zeggen. Je weet toch, als ze jou willen weigeren, weigert ze jou gewoon. Dat is Amerika. Mm-hmm. Maar zeg maar, er is geen één man sushi gaat dat doen in Nederland. Broer. Ja. Je weet toch? Dus ik weet gewoon van, bro, wat de fuck gebeurt hier, broer? En hoe ik door die ene deur ga, broer, ik ben al bij die drank. Die drank bij in Schiphol, waar je die drank kan kopen in Cura. Ik ben gewoon bij de gates, gewoon door één deur. Bij die bar. Ik weet niet hoe ik daar ben gekomen, broer. Ik ging door één gang, één deur. Ik ben daar, geen lift, niks. Broer. Niks. Ik ben daar. Broer, ik zet nog 20, 30 stappen, broer. Hoe ik die mensen om me heen heb, broer. Nu, ik hang op met Marcheche, ik bel Brian. Ik zeg, broer, what the fuck, broer? Nu, ik ben een beetje para. Ik zeg, hé, broer, wat is dit, broer? Ze gaan me in vliegtuig zetten, broer. Ik heb net al 8 uur gevlogen. Hoe dan, broer? Wat de fuck? Bel iemand, broer. Je dacht zo. En op die moment, wallah, die scoto komt in mijn gezicht en hij klapt mij, broer. Hij zegt iets tegen mij in het Antilliaans. Ik zeg, wat zeg? Wat? Bah! En ik word gearresteerd. Broer, ik ga naar een vluchtelingencel. hoe heet die Jari van Cura? Woonfuturo. Broer, ik ben daar gewoon. Hè. Ik ben gewoon in die Jari van Cura. Je moet beseffen dat wij zeg maar vanaf die osso. Broer, je moet mij beseffen, broer. Want ik kijk uit die cel, kijk ik naar een kankergekke osso. Yeah. Ik zie gewoon één osso op een berg met licht. Broer, ik... Jij staat mee te kijken naar jou. Broer, dat is gewoon mijn osso. Ik weet niet, dit is mijn osso die ik heb gehuurd. Gewoon. Dit is nog het gekste. En ik zit te kijken naar daar. Broer, ik zit met de andere guy die is opgepakt, random buiten. Ze dachten, hij ging inbreken. Je weet toch, ze hadden geen plek in die andere cellen, dus ze hadden hem daar gezet. Ik zit daar, broer. Weet je toch? Is eerst nog naar het politiebureau. Maar Curaçao is lauw, ik ga je eerlijk zeggen, broer. Zeg maar. Los van die scoto die mij onterecht heeft geklapt, je weet toch? Want ik zeg eerlijk, hij is flikker gewoon, je weet toch? Ik zeg je eerlijk, hij was gewoon flikker, bro. Maar die scoto die mij van politie... Hij heeft het ook vaker gedaan ook. Toen ik helemaal buiten was, toch al die boys van je, ze hebben me dat ook gezegd. Van, hij staat al bekend, je weet toch, zeg maar. Plus als je die vliegveldscoto bent, je bent baas. Zeg maar. Je weet toch, je bent niet van buiten, zeg maar, toch? Dus nu ik word dus door die scoto van buiten... moet ik naar die Jari gebracht worden, want ik kan nu in die politiebureau blijven. Je weet toch? Mm. Dus ik ga nu wel Curaçao in. Het is me wel gelukt. Yeah. Ik ga niet naar Oslo. Yeah, yeah, yeah. Ik ga nu in een politieauto. Die had ik nooit verwacht in mijn leven. Dat ik van vliegveld naar politiebureau. Ik kom bij het politiebureau, broer. En broer, ik ben outlaw. Ik heb die ding zo en om mijn voeten. Yeah. Ik heb dubbele handboeien, je weet toch? Om mijn voeten, ook dit, dat, je weet toch? Broer, nu was ik wel maat. Ik heb tabakas gerookt in die kantoor. Ze hadden me op slot gezet. Broer, ik ben vies toch? Daarom hebben ze ook mijn voeten gepakt. En ik ben onderdoor gegaan. Ik heb nu zo, ze hebben mijn telefoon gepakt, maar ik heb 2e telly die ze niet hebben gezien. En mijn tasje hangt nog om me zeg maar, toch? Dus ik kan nu in mijn tasje, ik pak tabak, ik steek tabak op, ik heb kanker. Nu heb ik scheid met iedereen ook, zeg maar. Je weet toch, broer? Je hebt me al geklapt, ik ben aangehouden. Je weet toch? Ik weet niet eens van filmpjes of iets. Ik ben gewoon... En ik weet, jullie gaan nog zien wie jullie hebben aangehouden, broer. Want jullie hebben zomaar... Hebben jullie me nu voor schut gezet daar? Je weet toch? Voor helemaal niks, broer. En broer, ik ben ook sterk. Ik heb money. Ik ga advocaten zetten. Alles, broer. Wat denk je? Je weet toch? Dus ik zit zo. Ik zit tabak aan te roken. Ik pak die telly. Ik ben gelijk Brahim. Ik zeg, Brahim. Ik ben aangehouden. Ik weet niet wat gaat gebeuren. Misschien is gefilmd. Misschien niet. Ik weet niet. Ik heb niks gezien, broer. Houd het allemaal in de gaten. Laat me weten. Breng gewoon gekste advocaat van Curaçao. Dit, dat, papa. Nu moet ik rijden voor advocaat. Nu, broer. Ik zit daar, broer. Nu gaan we naar die politiebureau. En nu diezelfde Marcheche komt. En hij brengt me nu naar die bureau. Die goede guy. Die goede guy. Ik zeg, broer, maar dit is geen Nederland. Je kan niet tegenspreken tegen een agent, dit, dat, broer. Ja. Want mensen hebben allemaal verhalen op internet gezet. Ik heb alleen gezegd, wat is er? Ik ben aan het bellen, toch? Dus zeg maar, ik ben aan het bellen, maar je bent me aan het duwen. Je bent aan het... Hè, wat, broer, wat is er? Bam! Hoe bedoel je, wat is er? Ja. Hij wou me gewoon laten zien wie de baas was daar, zeg maar. Je weet toch? Omdat ik luister naar niemand om me heen eigenlijk. Ik loop wel met ze, maar ik luister naar niemand, broer. Ik luister niet naar wat jullie zeggen, broer. Ik mag hier zijn, broer. Snap je? Dus ik ben aan het bellen. Ja. Yo, broer, die scoto's die me naar die bureau hebben gebracht. Blok, yo, dit. Broer, die mannen waren OG's, man, broer. Dit waren geen scoto, broer. Dit waren scoto, broer. Broer, ik heb misschien 1,5 uur met hem gereden, broer. Die weg is 30 minuten rijden naar daar, broer. En hebben we gechilled met me. Ik heb die man zijn zoon gebeld. Handboeien gingen af. Ik rook tabakas met die mannen. Ik chill hem. We rijden door blok waar ze nog even een rondje moeten rijden. Dit, dat, broer. Broer, daarom Curaçao is lauw, ik zeg je eerlijk. Die mannen vonden het gewoon fire dat ze me in die cel moesten zetten. Ja. Die mannen herkenden me gelijk, zeg maar. Je weet toch? Dus,
Ik kom nu in die cel, maar daar is iedereen... Iedereen spreekt Engels of zo, man, daar. Maar van die mensen in die jari die daar werken. Dus niemand sprak Nederlands.